Hoi! April is een drukke maand voor mij. In de maand april heb ik veel gewerkt aan mijn moestuin, voor mijn moestuin. Druk bezig geweest met zaaien, verzorgen en uitplanten van de moestuinplantjes. Ik begin bij pluksla. Ik heb voor dit jaar 3 pluksla gezaaid op 14 februari. Daarbij heb ik nog de zaden gebruikt van de moestuinmaatjes van verleden jaar die we gekregen hadden van de Albert Heijn moestuinmaatjes. Op 13 april, een maandje later dus, ben ik al begonnen met het uitplanten in mijn moestuin. En zo staan ze er vandaag bij. Naast pluksla heb ik een plekje gemaakt om 3 broccoliplanten te laten groeien. Ik heb het gezaaid op 7 maart en een maandje later op 13 april heb ik ze uitgeplant en vandaag zijn ze er nog best wel klein. Ervoor heb ik nog wat lage Afrikaantjes geplant. Ze gaan aaltjes tegen in de moestuin, leiden de slakken af van de andere plantjes, maar ziet er ook gewoon gezellig uit. Ik heb hier nog mosterd staan. Ik hoop de zaden te kunnen oogsten om zelf mijn eigen mosterd te kunnen maken en dan pultjes in een tipi heb ik ze nu geplant. Ik heb ze gezaaid. 1 maart heb ik ze gezaaid. En 11 april, toen ben ik begonnen met het uitplanten. En vandaag ziet het er eigenlijk nog wel leuk uit zo. En het begint zelfs al te bloeien. Ervoor heb ik een rijtje met lenteuitjes geplant. De meeste lenteuitjes heb ik dit jaar besloten om in bloempotten te doen. Maar ik had hier nog plek, dus ik heb hier nog even een rijtje geplant. Dan de boontjes. Ik heb hier een plekje gemaakt om 3 boontjes op stam zeg maar, te planten. Ik heb dus de boontjes gezaaid op 25 februari. Daarbij heb ik de boontjes gebruikt die ik verleden jaar heb geoogst. Ik had verleden jaar bij de moestuinmaatjes van de Albert Heijn had ik dus wat boontjes om te zaaien. En uit 1 van de oogsten heb ik gewoon eigenlijk laten staan. Ik heb de bonen helemaal laten uitdrogen aan de plant. En daarna heb ik ze geoogst en bewaard in een zelfgeknutseld zakje. En nu haal ik dus de bonen weer tevoorschijn. Heb ik de bonen tevoorschijn gehaald en kon ik dus weer opnieuw gaan zaaien. En 12 maart heb ik de boontjes uitgeplant en op zich, nou, het gaat aardig. 1 boontje moet ik weer opnieuw beginnen met zaaien, want daar was een vogel mee van doorgegaan. Inmiddels kijken we naar mijn knoflook. Ik heb in november heb ik hier allerlei knoflookteentjes, wel vanuit de supermarkt, gewoon hier geplant. En ik hoop dat ik dit in juli kan gaan beginnen met oogsten. Ik hoop dat je het leuk vond om mee te kijken met mij in de moestuin. Naast mijn stuk grond heb ik ook nog een aardbeienbak en een slabak. Dat zal ik wel in een andere aflevering laten zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.